Hoe kijken Nederlandse Surinamers aan tegen de provinciale verkiezingen in Nederland? Wat is hun stemgedrag? Verslaggever Sam Jones reisde af naar het Hoge Noorden en sprak daar met Mon Baldeo, voor zover bekend de enige kandidaat met een Surinaamse achtergrond in Groningen. We zijn op bezoek bij Mamio, een van oorsprong Surinaamse voetbalclub waar Mon Baldeo vandaag campagne voert. In deze aflevering van Surinamers en de verkiezingen, de provincie Groningen. Baldeo is hier de enigste kandidaat met een Surinaamse achtergrond. Ondernemer, bestuurder, manager, een druk baasje kan je misschien wel zeggen, met een luisterend oor. Maar altijd bezig en onderweg. Hij komt uit een gezin van 7, werkende moeder en dito vader. Mijn moeder werkte bijna 24 uur per dag, mijn vader ook. En daar hebben we voorbeeld aan genomen. Ze hebben ons, door hun hard werken, ons gestimuleerd om te studeren. Wie waren uw vader en moeder eigenlijk? Dat waren twee Hindoestaanse mensen die totaal niet de Nederlandse taal machtig waren, ongeschoold waren. Twee analfabeten. De ene was overheidsambtenaar, de andere was ondernemer. Het kan dus ook dat je zonder scholing toch goed terecht kan komen. Maar ja, u heeft wel scholing gehad? Ik heb wel scholing gehad en verdomd goed voorbeeld genomen aan mijn ouders. En werk, dat is ook een belangrijk speerpunt in de campagne van Baldeo, hier bij Mamio. Een club waar deze PvdA'er sponsor van is. Nou, de provinciale verkiezingen trekken me aan. Ik ben 8 jaar al raadslid geweest in de stad Groningen. En ik heb nog altijd de ambitie gehad om in de Provinciale Staten te komen. Ik wil me inzetten voor werk in de regio, in Groningen, in provincie Groningen. Met name Oost-Groningen. En dat was mijn motivator nummer 1. En dat kan ik niet doen vanuit de raad in Groningen, maar dat kan ik wel doen. Een steentje bijdragen vanuit de provincie. Baldeo is mede-eigenaar van Martinizorg hier in Groningen. Hij merkt vanuit de praktijk hoe belangrijk werk is voor mensen. Ik ken iemand die 54 jaar al verslaafd was en nu bij mij aan het werk is. Fantastisch, hij is nu over de 60 geloof ik. En hij heeft een opleiding gehaald, zijn opleiding afgemaakt ook. Hij heeft een rijbewijs gehaald, inmiddels werkt zijn vrouw ook bij ons. En die man is ook vader geworden. Maar schets die situatie eens een keer van zo iemand die geen werk heeft en uitzichtloos is. Hoe ziet dat eruit? Nou, vaak thuis blijven. TV voor de buis hangen. Niet productief? Nou ja, niet productief. En ook als je niet oppast, dan gaat dat overheersen. En voordat je het weet, denk je dat je niet meer kan. Dat is mijn ervaring ook. Deze persoon die ik net aanhaalde, is een voorbeeld voor vele mensen die in moeilijke situaties zitten en de stap wel of niet durven te maken naar de arbeidsmarkt. Soms heb je een kruiwagen nodig, soms heb je iemand nodig die geloof en vertrouwen hebben in jou. En, maar wat ik merk is het moment dat je mensen de kans geeft om iets van zijn leven te maken en hun het vertrouwen geeft en niet afrekent op de eerste beste fout die ze gemaakt hebben, dat je kanjers aan medewerkers overhoudt. Een positief verhaal. Gemotiveerd is Baldeo, maar de provinciale verkiezingen zijn niet populair. Al jaren vertoonde opkomst een dalende lijn. Dat was het eerste deel van de aflevering over de verkiezingen voor de provinciale staten in Nederland, afkomstig van verslaggever Sam Jones. In het tweede deel morgen bekijkt Jones de impact van de aanslag in Utrecht op het stemgedrag van de Nederlandse Surinamers.